Hallo kindjes, vandaag maken we Sinterklaas of Zwarte Piet. Ikzelf ga voor Sinterklaas en daarna kunnen jullie dan zelf fantaseren voor Zwarte Piet te maken. We starten met ons kartonnen rolletje. Dat heb je van keukenrol of zo, misschien toiletpapier. maar Het is niet zo stevig. Dit is eigenlijk van een dikkere rol van stof of zo. Kan je altijd eens vragen aan mama en papa of ze dat niet hebben. Dan moet een stuk van afgezaagd worden, ook weer niet alleen doen. En natuurlijk, Sinterklaas heeft een andere huidskleur dan de rol. Vandaar hebben we dit rozige papiertje. Je neemt je rolletje en je papiertje en dan kijken we even of dat ons rolletje erin past. Dan leg je dat erop. Het mag een beetje groter zijn, maar dit is prima. We rollen het eraf, leggen ons papiertje even opzij en we gaan lijmen. Je draait je lijm eruit, steekt je vingers erin en niet bang zijn, lijm moet je gebruiken, want anders gaat het gewoon er weer af. Oké, okay. je legt je papiertje, je legt je rolletje erop. Je kijk dat je zo wat gelijk ligt en recht ligt op je blaadje. En dan gaan we rollen. Het laatste stukje moet je nog een beetje bijgeven natuurlijk van die lijm. Voilà. En dan kan je die naar binnen plaatsen. Andere kant ook. En dit is al een mooie basis om te starten. Sinterklaas, hmm, wat is zijn lievelingskleur? Rood. Juist. Sinterklaas heeft rode kleren aan. Onze pret en ofwel crepapier, ofwel ons velletje rood papier. En weet je nog, ons kantje. Dit ga ik knippen. En ik haal hier een cirkeltje uit. Want de Sint die heeft zo zo'n mooie kantenjurk aan. En we gaan die een beetje namaken. Onderaan wordt nu dit. Doe je lijn. Rondom rond. En dan gaan we een jurkje aan doen. Dat is een beetje grappig. Het kantje moet natuurlijk langsonder zitten. En nu moet je dat een beetje plooien. En ondertussen op je lijm duwen. Zo. En dan het laatste stukje waar het overlapt. Nog wat lijm doen. En voilà. Het wordt al een beetje grappig. Sint in zijn blootje met een kantje. <laughs> nu gaan we hem natuurlijk ook al een beetje aankleden. Hè? Daarvoor hebben we het rode gewaad. Dit is te groot. Kan je gewoon vouwen. Dan heb je een rechte lijn om te knippen. Dan ziet er al heel wat beter uit. Dan gaan we op de lijn knippen. Zo. En dan gaan we hier weer een stukje lijmen. Rondom rond. Onderaan mag je gewoon weer los hangen. Je start best waar je er juist ook gestart was met je kantje. Zo. Dan mag er allemaal een beetje gewoon rond zitten. En dan hebben we opnieuw een stukje... Waar we extra lijm doen. Zo. Dit moeten we een beetje laten wapperen. Is zoals je op een dak zit. Of stapt. Want Sinterklaas wandelt over het dak. Zo. Voilà, kunnen we zijn kantje in, anders oh, knip je gewoon een beetje bij. Zo, gaan we een beetje bijknippen. Zo. Belangrijk baard. Voor de baard kan je ofwel met wit papier werken, ook voor het haar, of je kan met witte wol werken. Dat is dan deze. Ik ga het nu met wit papier doen. Dit, dat weet je zelf wel hoe je dat moet doen, maar dan is het wel gemakkelijk als je met het lijmpistool werkt voor wol. Met papier kan je best wel met je eigen lijm werken. Zo. De baard van Sinterklaas die is wel een beetje lang, maar die is natuurlijk ook niet zo lang. Ik ga ongeveer zo lang een baard maken en ik vouw dubbel. Langs die lijn ga ik dit knippen. Zo. En dan heel belangrijk, even goed opletten nu: langs de gevouwen kant ga je knippen. Natuurlijk niet helemaal, maar kleine stukjes. Zo met je schaar. Dit is al veel te lang, maar dat kan je dan ook al gebruiken voor zijn haar. Want zo groot is zijn baard natuurlijk niet, hè? Ik denk voor zijn baard dat dit wel goed zal zijn. zo. Oké. Okay. Als je dat nu zo'n beetje doet. En het leuke is dat dat allemaal een beetje open staat. Je duwt er maar eens op. En dan mag die baard eraan. Hè? Even ertussen lijmen. En dan aanlijmen. Kijken waar je het wil kleven. Zo. Dat zie Dan kan je de rest gebruiken. Ik denk dat we wel genoeg hebben. Geweldig voor zijn haar. Zo. Gaan we bovenaan lijmen. Zo. Ik word al Sinterklaas. Je neemt een zwarte stift en een rode stift. Je kijkt in diep in zijn ogen, of toch bijna in zijn ogen. En je tekent zijn oogjes. Een hele vriendelijke mond. Zo. Het lijkt ook een beetje op de kerstman. Toegegeven. Daarom heeft de Sint ook zo'n meter. Voor je meter ga je naar je veld, die je net zoals je papier dubbelvoudt. Die zal hoog genoeg zijn. En dan gaan we je meter knippen, Sint. Zo. Bovenaan wel dicht houden natuurlijk. Zo. Hier is het nog dicht. Als je wil, kan je er ook nog een symbool op zetten, maar dat moet natuurlijk niet. Nu ga ik toch wel even met mijn andere lijn werken. Maar dat vraag je maar aan mama of papa. Vooraan één laagje. achteraan. Zie je hoe gevaarlijk? Is echt wel gevaarlijk. Zijn haar mag je nog zien. Nog een laagje. Zo blijft hij al staan. Super. En dan nog iets heel belangrijk. Hoe noemt dat ook alweer? De staf van Sinterklaas. Ik heb geluk gehad, want de feestdagen komen eraan en dan heb je die ook in het goud. Of je kan natuurlijk ook in het geel. Je gebruikt je vinger voor een rolletje te draaien. Dan maak je in je rolletje een knikje. Je plooit dat goed. Even kijken. Die komt er zo aan. beetje lijm. Zo. Sinterklaas heeft een vriendje. <laughs> Wil je weten hoe je zwarte Piet moet maken? Dan ga je even goed nadenken, precies op dezelfde manier werken en met de extra dingetjes die we al aangeduid hadden, kan je 1 2 3 of wel 100 Pieten maken. Veel plezier ermee. Tot ziens, dag.